Ik heb gisteren toevallig een nieuwe activiteit toegevoegd aan die BV. Je gaat een webshop beginnen? Ja, dat komt er ook bij, ja. Mm. Ons contract loopt eind het jaar af, dus het zou kunnen dat we het anders gaan doen. Nou ja, dat kan je wel een miljoenenbedrijf noemen, denk ik, ja. Ja. Dus binnenkort zitten we ook weer allemaal op kantoor. Ik wil eigenlijk gewoon weer een soort van baan hebben, weet je wel. Dus ja. Dat hebben we gedaan en dat is nou online te bestellen. Die zei, ja, John wil jullie een keer ontmoeten. Toen dacht ik, nou ja, dat snap ik ook wel. Ja, dat noemen ze dan bij jezelf blijven. Zegt hij, dan blijf bij jezelf, blijf bij jezelf. Dus wij willen eigenlijk niet meer Martin mee, die gaan we gewoon alleen. Oh, wat zielig. Ja, eigenlijk wel zielig, ja. Ja. Als ik kijk naar mijn beste investeringen, die worden gemaakt door de ondernemer en niet door het plan. De beste ondernemers, die kunnen op een gegeven moment erkennen dat ze een bepaalde fase, gewoon dat andere mensen daar beter in zijn dan hunzelf. Het is leuk dat je het vraagt. Ik kom dus uit een ondernemersgezin. Mijn vader heet Pieter, mijn opa heet Pieter en mijn oudste zoon heet ook Pieter. Dat mijn vader me nooit zakgeld heeft gegeven. Die zei van, joh, zakgeld moet je verdienen. Geld is natuurlijk iets heel moois. Het geeft je heel veel vrijheid, kan je heel veel vrijheid geven. Mm-hmm. Maar het kan ook gewoon wel een soort gif zijn voor de ambitie van je kinderen. Ik hou echt van ondernemers. Met name de creativiteit en het doorzettingsvermogen. Begin gewoon niet te laat. He, want heel vaak zeggen mensen, ik wil eerst mijn studie afmaken. Dan willen ze een universiteit afmaken. Dan willen ze werkervaring opdoen. En dan hebben ze een hypotheek, vrouw en kinderen. En dan kan het niet omdat het risico te groot is. We verkopen nu online in meer dan 50 landen. En waarbij de grootste markten zijn de UK, US en Australië. Focus. Als je dan je doel hebt en je visie, wijkt daar niet van af. Het is gewoon Manchester United geweigerd. Ja. Wel cool. Toen was de omzet ineens gedeeld door 2 in de maand voor kerst. We hadden veel meer dat gevoel erin gelegd, terwijl mensen gewoon duidelijkheid willen. En als ik wakker word, is het eerste wat ik doe, Google Analytics checken. We zijn bezig met cruises en treinreizen komen eraan. Nee, we gaan voorlopig niet mee stoppen. Wij kijken eigenlijk naar een organisatie alsof het mensen zijn. Dan gaan mensen zich connecten en echt verbinden op een emotionele manier met je merk. Wij gebruiken dan de theorie van Lawrence. Dat zijn dan 4 drijfveren. En die kijkt eigenlijk waar haalt de mensen meest basale en intrinsieke motivatie vandaan. Je verlangt, zeker in deze jachtige tijden, verlangen we allemaal naar een stukje rust en ontspanning. Mm. En daar speelt zo'n merk heel slim op in. Als mensen weten wat ze aan je hebben, dan heb je ook een bepaalde voorspelbaarheid als merk. En ook een bepaalde betrouwbaarheid. En dat is weer heel prettig. Hoe meer energie je uitstraalt, volgens mij hoe meer je ook weer aantrekt. Kan jezelf ook tekort doen door niet je optimale en het beste van jezelf te laten zien. Ik pleit er heel erg voor om gewoon op een wat meer coöperatieve wijze na te gaan denken. En de onderneming niet te zien als een vehikel om zo snel mogelijk zelf rijk te worden. Maar gewoon echt als een vehikel om maatschappelijke waarde te creëren. En die belangen ook naast elkaar af te wegen. Dat eigenlijk alle corporates tegen ons zeggen, we gaan hier niet mee stoppen. We willen het of in huis halen, of we willen een locatie hebben waar een televisieachtige setting gemaakt kan worden. Wat ons betreft is het altijd live. Dus je moet zorgen dat de kwaliteit van je content, van je sprekers zo fantastisch is dat je dat ook live durft te doen. Er moet heel veel interactie in een uitzending zitten. De belangrijkste voorwaarde is dat je ook daadwerkelijk iets gaat doen als bedrijf met de uitkomst van je uitzending. De dimensie die wij interessant vinden is wat de return of investment op dat evenement is.